Oh, bedankt voor het opruimen. Glas. Heel makkelijk. Dit hey, is... Glitter op je hoofd. Ik vind deze heel leuk. Oh nee, dit is gewoon de... Ja. Logo afplakken. Oh, maar dit, kijk je wel mee? Dit is je startpositie. Je hebt 2 pogingen om zoveel mogelijk punten te scoren. En die tel je bij elkaar op. De bedoeling is, hier ligt een blokje... Oh, nou, hartstikke dat is goed. Niks. Dat is 10 punten. Oh nee, 0. Ja. 10, 20, 30, 50 en 40. Heel simpel, je hebt 2 pogingen, tel het bij elkaar op. Hartstikke leuk. Daar ben je wel echt goed in, Is. Ja. Ben je wel enthousiast, Is? Ja, echt zeker. Zijn alle knikkers eruit gehaald? Nee. De knikker in de strand. Dit is knikkersjoelen. Jesse was er net heel goed in, weet alsjeblieft voor. Vind je heel leuk. Ja. Maar laat. Okay. Je hebt 10 knikkers en die punten tel je bij elkaar op. 9. 1 punt! 9. 1. Hier staat 1. Kijk, hier is 9. Het vak daarachter is 9. Als je daar achterop blijft liggen. Dat is 10. Dit is 1. Dat is 10. Nee, dat is 1. Dit is 1. Als je hem te hard als hij hier opkomt, is het toch 1. Ja, dit was 9 punten, dus de hoogste. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Dus dit 10. Ja, dat zou ook kunnen. Want dan, is 1. Of dit is niks. Of dat is 1. De 1 is dat vak daar. Dan is de achtste 10. Ja. 1 tot en met 10. Nou, maar dit is toch geen 10? Dat is je gewoon kegels. Lalalala. Nee, dat is 1. Dus hier heb je 1, maar hier heb je 10. Ja. Ja, het is logisch dat de hoogste score het dichtst bij de laagste score. Ja, maar aan de andere kant is het ook wel logisch als je hier krijgt, dat je 9 krijgt, hier niks. Oké. Nou, we doen 10, 9, hoppakee. Je hebt 10 knikkers, die scoren tel je bij elkaar op en dat noteer je. Hier is heel leuk, je kijkt, hier zit een spiegel in en er zit een papier op. En de bedoeling is dat je in die spiegel kijkt, moet je beginnen met een pen. Er liggen ook nieuwe papiertjes en elke keer als je buiten die zwarte lijntjes komt hier, dan gaat er een punt af. En je begint met een totaalscore van 100. Oh, wat moeilijk. Ja. Oh, hier zit die ook. En een pinzee. Ja. Ga je bij 20 eruit, dan krijg je... Dat is heel erg moeilijk. Hier, Sjoele. Hm? Alle stenen die... Ja, en het is niet 3 pogingen, maar het is gewoon 1 poging met alle stenen die je hier hebt. Die punten tel je bij elkaar op en dat schrijf je. Dankjewel, Mariska. Dat is lang geleden. Duidelijk, hè? Oh ja. En dan gaan we beginnen buiten met touw. Oh ja, hier. 10 minuten de tijd heb je hier om een puzzel te leggen. Als je dat niet lukt binnen 10 minuten, dan krijg je geen punten. Lukt het je wel, krijg je 10 punten. Binnen 10 minuten? Ja. Maar ook niet dat Milena en Jesse in één team zitten. Dat is best een lastige puzzel. Kun je nou, Jens had wel eventjes in een paar uurtjes later weg mogen gaan. Ja. 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 Ja, dat is opgelost. Maar dan is het 10 minuten als de hele groep of 10 minuten individueel? Nee, als hele groep zijn. Okay. En dan krijg je per persoon 10 punten. Dit is samenwerken. Als het lukt. Als het lukt, ja. Oké. Lukt het niet, ben je dus 40 punten of 30 punten armer. Oké. Ja? Hoeveel punten krijg je hier? 4 mensen doet 1 iemand hier dus niet mee. Ja, goeie. Dan gaan we beginnen buiten met touwtrekken. Team 1 tegen team 2. En ik zal nog even de teams vertellen. Oh, ja. Dat is echt leuk. Dat is yes. Team 1, Shelly, Jordi en Frenny. Team 2, Dylan, Brandon, Hiske en Milene. Woe! Team 3, Gerrit, Merel en Lex. Yeah! En team 4, Jesse, Andrea en Mariska. Oh, dat is niet hartstikke leuk. Touwtje trekken. Wij gaan we zijn team puzzel. Waar is Franny? Met Lexi? Franny? Hiske? Kom mee. Team 1. Franny. Lexi? Alexandra? Hier, hey! How you guys doing? How you guys doing? Lexi! Heb jij alle pennen gestolen? Ja. Nou, net was het raar met Jesse. Nou. Dat was wel een groot foutje. Ja, ik schrok ook. Nee, ik niet hoor. Ah, kom weer terug. Aan die toeter van die auto te horen niet. Nee. Hij heeft
Koffie is op. Dan ga ik zo weer verder met tapas. Oh, oh, ben je al klaar met de spellen? Alleen puzzelen moeten we nog. Nou, dan ga je toch even eerst even lekker puzzelen? Ja, dat gaan we ook doen. Zeg ik daarna. Ga je ook en golven. Eerder ga je er niet aan beginnen. Die koffie is best pittig. Wie? Ga even plassen. Golven. Maar mij lukt het niet. André ook niet. Jesse had één wat punt. Wat hadden we nou? 10 keer... 10... 10 punten voor alles. Voor alles. Ja, dus dan ga je naar 9, 8, weet je. Ja. Die eerste ging bij mij snel erin, maar daarna niet. Ik dacht dat je een halve zou doen. Ik heb er niet oh, thanks. Dag tegenstander. Ik heb mijn merel gekust. Wow. Yes. Schoppen. Een lekkere wasmachine. Ja, we zitten weer op schommel. Nee. Ik krijg gewoon een stijve plassen van. Ja? Nee. Maar toch niet tijdens plassen? Nee joh. Dan kan je toch niet plassen? Dat is een nachtmerrie. Jawel, ik kan wel plassen. Ja? Alleen dan moet je wel wat extra druk zetten. Ja, het gaat alle kanten op. Dat is echt niks. Ja. Heb jij toch ook een stijve klikje? Yes. Had je ook voor mij gedraaid of niet? Nee, tegenstander. Wat? We hebben een tegenstander vandaag. Ja, sorry. Kun je onthouden? Oh, lekker. Hey. Hey, hallo. Wil je niet met de tegenstander zoenen? Ja, sorry Ger, je hebt gelijk. Oh, ik ben misselijk. Hè. Waarvan? Van dat ei. Ik heb een niet volledig verhit kippenei-allergie. Nou, dat was die wel hoor, Jess. Nee, sommige eieren dan niet.